De NDP-fractie is blind, onderstreept minister Riad Noor Mohammed. De NDP-fractie die heeft er een motie ingediend in het parlement, waarbij er dan wederom wordt gevraagd dat de president, maar ook zijn totale ministerteam, inclusief de minister van Openbare Werken, naar huis worden gestuurd. En dat op basis van de steeds toenemende criminaliteit, maar ook de vele schandalen, voor wat betreft de schandalen onder deze regering. TBN Prime Alert confronteerde minister Riad Noor Mohammed hiermee, dat er wederom wordt gevraagd in het parlement dat hij naar huis wordt gestuurd als minister. En Noor Mohammed die reageerde er als volgt. En we hebben dan de motie gehad van de NDP-minister, waarin één adem door de fractieleider ook uw naam is genoemd, wederom in de case van Penem. En ze eisen uw onmiddellijke vertrek, als ook dat van de president. Ja, kijk, de fractie van de NDP is een fractie die blind is. Is een fractie waarvan de politieke partij van de NDP, de voorzitter, weggerend is. Het is een partij waarvan hun ministers spoorloos zijn. Dat zegt al veel over die partij. Een tweede ding is, dat heel opmerkelijk is bij de NDP. Wat hebben zij de afgelopen 10 jaar gedaan? Kunnen ze mij concreet opnoemen wat ze hebben gedaan? AOV, AKB nooit verhoogd. Alle dollars zijn verdwenen in het land. Geen enkel weg is hersteld. Geen enkel pompgemaal is hersteld. Geen enkel verkeerslicht is gemaakt. Geen enkel gebouw is afgerond. Geen enkel woning is gebouwd. Geen enkel verkavelingsbrug is gemaakt. Geen enkel ziekenhuis is gered. Geen enkel schoen is gekocht voor een OV-ambtenaar. Geen enkel veiligheidsvest. Geen enkel tractor is gekocht. Ik kan u wel het omgekeerde vertellen wat de NDP heeft van de afgelopen 10 jaar. Tractoren gehad, die verdeelt hij aan friends en family. Halve gebouwen opgeleverd. Schulden achtergelaten voor de minister van OW en voor de regering. Alle ziekenhuizen met hoge schulden achtergelaten. Alle instituten kapot gemaakt. Ook de universiteit waar ik ben helemaal vernietigd, kapot gemaakt. Vandaag moeten we alles redden. SLM failliet gemaakt. Aan de ketting. Toch? Dat is wat de NDP heeft gedaan. Dat hun eigen voorzitter weggerend is van die partij. Dat hun ministers weggevlucht zijn. Dat is de NDP. Wij moeten als samenleving ons niet laten misleiden door deze mensen. Als u mij vraagt wat deze minister, deze regering heeft gedaan, kan ik u die lijst opnoemen. Toch? Wat we wel doen, is ontwatering vandaag aanpakken. Wegen herstellen, niet bij friends and family, in woonbuurten. We hebben vandaag machines gekocht om woonbuurten te graderen, te maaien. Langzaam, step by step. Het ministerie van OW plaatst nieuwe verkeerslichten. Helpt alle buurten. Alle gebouwen die niet af zijn, maken we af. We hebben 50 gebouwen gerenoveerd in de binnenstad met ons eigen geld. Laat me naar andere ministeries gaan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft alle ziekenhuizen gered. En betaalt nog steeds schulden af. Maar heeft ze allemaal gered. Vandaag zijn alle ziekenhuizen open. Het ministerie van Defensie heeft veiligheid, rust en vrede teruggebracht. Minister van Justitie zit te investeren in politieauto's, veiligheid. Ministerie van Arbeid heeft zoveel fondsen binnengebracht. Minister van LVV heeft de hele ordening van de reissector gebracht en breidt reisvelden uit. Je moet vandaag gaan kijken. Het lijkt alsof je in Nederland bent van als je vandaag naar Nigeria gaat. Nieuwe reisvelden ontwikkeling. De weg naar Apora wordt gemaakt. Ministerie van Ruimtelijke Ordening. De eerste wetten zijn ingediend. Carboncrensbeleid uitgezet. En zo kan ik doorgaan. Dat is het verschil tussen de NDP en de VHP. Dit kunnen ze nergens vertellen. Maar dit is het verschil. En dat begrijpt u. Wanneer de minister van OW vandaag wegen asfalteert, met een schuld van 1 miljard die deze NDP heeft gezet bij deze ministerie. Een schuld van 1 miljard. Maar deze minister kan toch verkeerslichten vervangen. Hij kan wegmarkering brengen. Hij kan gebouwen renoveren, monumentale panden. Hij kan bruggen bouwen. Je hebt gezien hoeveel loopbruggen we hebben gebouwd in beton.
Hij kan verkavelingsprojecten maken. Hij kan huizen bouwen namens de regering. We hebben 600 huizen opgeleverd. Binnenkort nog meer huizen. Dan is het logisch dat de NDP vanwege het dictatoriaal gedachte ministers naar huis willen hebben. En gisteren hele regering naar huis. Het volk mag niet weten dat deze regering werkt voor het volk. Ja, dat is het verschil tussen NDP en VVD. Dus ik roep de samenleving op. Laat u niet misleiden door dit soort praatjes. Laat u niet vergeten wat deze mensen hebben achtergelaten voor ons. Toch? Zij kunnen niet zien dat deze regering met die schuld van 4 miljard zoveel heeft gedaan. Het is onze taak als regering om het volk ook bewust te maken van wat we doen. Laat je niet verblinden en blindstaren door dictator. Wanneer deze partij terugkomt, mag u schrijven. De dictator komt terug. De dictatuur komt terug. Men gaat weer lenen, schulden maken. We gaan weer in armoede belanden. Dollars zullen schaars worden. Iedereen gaat wegvluchten. En wat de NDP ook niet kan inzien, is dat terwijl COVID-crisis binnen. We hebben watercrisis gehad. We hebben droogtecrisis gehad. We hebben rattenplaag gehad in Nikeri. Wateroverlast tot vandaag. Alles soort crisis. Wereldcrisis. De prijzen van voedingsmiddelen zijn omhoog gegaan. Heeft deze regering toch kansen zien om AOV, AKB te verhogen voor de burgers. Om basiskaarten terug te brengen. Om sociaal pakket terug te brengen. Om de subsidies van de vele bedrijven waar alle partijen politiek mee gingen spelen. Heeft deze president, deze is de enige president, heeft gedurfd om de subsidies af te bouwen. En de mensen die het niet kunnen te subsidiëren. De rest mag betalen. Heeft alleen deze regering gedurfd. De anderen hadden grote mond. De rest heeft grote mond. Deze regering heeft het land gered. Wij hebben het land economisch weer hersteld. En gered. Anders zou je krijgen wat in Haiti gebeurt. We zouden krijgen wat in Haiti gebeurt. En dat is wat de NDP wil. De NDP wil dictatuur. Land leegroven. Wat in Haiti gebeurt, dat is wat ze willen hebben. Ze hebben geen ander beleid. Dus we waarschuwen de samenleving. Om niet te lopen in die misleiding. Want anders kunnen we inderdaad ons koffers pakken en wegvluchten. Toch? Alleen deze regering kan overal naar het buitenland gaan. De vorige kon nergens gaan. Nergens gaan. De vorige president kon nergens afreizen. Deze president kan vannacht gaan naar China om te onderhandelen over een schulden. Toch? Deze president kan gaan naar Amerika, kan gaan naar Guyana. We hebben geen ruzie met niemand in de wereld. De vorige regering kon dat niet. Dus je begrijpt dat wanneer deze regering 10 keer zoveel produceert, dat de NDP dat niet kan zien. Dus ze gaan de mensen verkeerde informatie geven. Maar gelukkig is die samenleving niet gek. Gelukkig is de samenleving niet dom. Toch? Maar parlementariërs die opzettelijk verkeerde informatie verspreiden, die hebben wel verstand. Die moeten wel hun verstand gebruiken om correcte, eerlijke informatie te geven. Heb je ooit gehoord van de NDP dat ze het beleid van OW positief hebben gehad? Nooit! Heb je ooit gehoord, ah minister, u hebt het verkeerd gezegd, we hebben het 10 jaar niet kunnen doen, maar ipoting. Heb je ooit gehoord van de NDP, Pomgamaal, Drambrand, hebben we 30 jaar niet kunnen doen, we hadden geld. Meneer Hoefdra had zoveel geld, maar we hebben het nooit kunnen doen. Maar deze minister doet wel. Je hebt nooit gehoord van hem, man. Ze zijn zo jaloers op Pernambuco, ik heb 600 huizen gebouwd voor het volk. Vandaag hebben 600 mensen een huis. Minister OW moet weg. Hij mag het niet doen. Dus wij zijn een regering die het volk heeft verkozen voor democratie, rechtsstaat, werken voor het volk. Maar primair was het doel Suriname redden uit de ellende van de NDP en economie herstellen. En we gaan de hele samenleving, maar dat is belangrijk, meneer, vragen voor geduld. Want geduld is het antwoord voor de toekomst. We moeten geduld hebben. Die eerste 5 jaren waren moeilijke jaren. De volgende 5 jaren gaan we de vruchten plukken van het beleid van de afgelopen 5 jaar. Want zelfs ik had niet gedacht dat we in 3 jaar eruit zouden komen. Toch? Maar de minister van Financiën heeft Suriname snel kunnen redden. Ik had ze ook niet geloofd. Die put is heel diep. En we hebben nog 3 miljard schulden die we aflossen. Nog 3 miljard hebben we af te lossen.
Dus we moeten ons verstand gebruiken. Iedereen moet zijn verstand gebruiken. Over een jaar zijn verkiezingen 25 mei. Toch? Laat je niet misleiden door populisme. Want dat gaat ons niets opleveren. Kijk u naar de mensen die hebben gewerkt op het veld. En we hebben moeilijke jaren. Inderdaad gehad. Maar de vruchten gaan we afwerpen de volgende periode. De stemgerechtigden hebben straks de keuze tussen wat? De stemgerechtigden hebben maar één keus. We hebben gehad, laten we deze regering nemen. Deze regering bestond uit de VHP en de Lied, waarvan de samenleving heel veel stemmen heeft gegeven aan de VHP, omdat ze geloof hebben in de VHP. Maar we hadden een NPS, die is weggerend. Die kan geen problemen oplossen, die is weggerend, dus je gaat niet stemmen op zo'n partij. Als je toen geen problemen hebt opgelost, ga je volgend jaar ook geen problemen kunnen oplossen. De PR werkt samen met de ABOP, etc. Ik ga niet zeggen dat we tevreden zijn, want vandaag als je busvergunning moet hebben, als je grond moet hebben, maar dat is een groot probleem. Als je goudconcessie moet hebben, is een groot probleem. Maar ik kan wel wat zeggen, Minagenis. Als je een probleem hebt over je weg of je ont, mag je bij deze minister komen. Ik heb geen tijd om te vragen van welke politieke partij ben je. Je hebt toch ook lid ANSA die elke keer in het parlement vraagt, minister, maak dat. En ik ga het maken, want ik luister ook naar haar. Maar ik heb haar nooit gevraagd van welke partij ben je. Ik roep er wel op om volgende keer te stemmen op de VHP. Toch? Want de NDP gaat niets verder doen. Toch? Mevrouw ANSA die moet op de VHP stemmen. Ik ga wel, ik luister naar iedereen. Bij de VHP kan iedereen binnenkomen. De NDP heeft 10 jaar dit land failliet gemaakt. En nooit wat gedaan. Ik heb net de lijst opgenomen. Ik kan doorgaan met de lijst. Die lijst is te lang. Dus wie rest er? De VHP waar iedereen kan gaan voor zijn klacht. En we kunnen niet alles in één keer oplossen. Waar iedereen bereikbaar is. Waar alle ministers informatie brengen naar de samenleving. Waar deze president kan spreken. Waar ministers-president wel naar het buitenland kunnen gaan als er problemen zijn om te helpen. Waar de VHP wel in de omgeving komt van mensen, buurten. Zoveel als mogelijk om problemen op te lossen. In elk geval kan niemand zeggen dat de minister van Volksgezondheid of de minister van EZ of de minister van OW een weg heeft gemaakt voor zijn achterban alleen. Want dat doen wij niet. We maken een ziekenhuis voor het hele volk. We asfalteren een weg. Bijvoorbeeld, laat me nemen, welke weg hebben we laatst gemaakt? Kernkampweg, Gemeenlandsweg. Is voor het hele volk. Maar meneer Genes, Vierbaansweg was niet voor het volk. Wie ging die dag rijden? In een auto daar? Alsof die weg van die First Lady was. En die weg is ook genoemd Boutersen Highway. Dat is populisme. Dat is populisme. Dat is een weg maken voor jezelf en niet voor het volk. Toch? Deze VHP-ministers werken voor iedereen. Niet voor een bepaalde groep of partij. Dus er is maar één stemadvies 25 mei 2025. De VHP. En ik roep de samenleving op om de juiste parlementariërs te kiezen. De juiste president. De juiste ministers. Te kiezen. Want het land heeft deskundigen nodig om verder te gaan. Om het land hoger te tillen en zoveel als mogelijk problemen op te lossen. Want in 25 mei gaan we meer ministeries moeten runnen. Ministeries waar de samenleving teleurgesteld is geworden. We gaan meer ministeries moeten kijken, dus de samenleving opgeroepen om kandidaten voor te dragen. Jongeren voor te dragen, kandidaten voor DNA, DRR, begin ze nu al voor te dragen voor de VHP. Met de profielschets. Ja, we hebben die profielschets. Begin te zeggen wie zijn de ministers die je terug wil. Wie wil je hebben als president. Begin niet, laat het volk beginnen na te denken. Alle andere partijen hebben hun kans al gehad. Verspild. Mijn collega partij ABOP heeft ook 3 jaar drie keer in de regering gezeten. Toch? Dus de enige partij die bewezen heeft dat we Suriname konden redden uit het moeilijkste, is al bewezen. En we moeten nu gaan, dit is de basis die gelegd is voor de verdere ontwikkeling. Dus dat is mijn boodschap, meneer Genes, naar alle luisteraars en kijkers.